Ik werd gistermiddag om tien over drie gebeld. En dan ja, denk je toch even weer zorgvuldig afwegen. Want we hebben er eerst 400 gehad en toen 200 en nu weer 300. En ik denk dat je toch elke keer een zorgvuldig besluit uh, moet nemen. Uh, maar het is echt een noodsituatie. Men had gedacht dat in Weert een kazerne beschikbaar kwam. Nou, dat wordt waarschijnlijk pas in de loop van de volgende week. De toestroom is enorm groot. En ja, dan bieden wij hulp, zoals we dat ook doen als er door een sneeuwstorm de treinen lopen verstoord is. In totaal verblijven nu 900 vluchtelingen in de IJsselhallen. Voor nood zijn honderden bedden in een van de hallen naast elkaar geplaatst. Het kan maar alleen voor een paar dagen, zegt burgemeester Meijer. Ja, nou daar heb ik gisteren ook wel in het telefoongesprek aandacht voor gevraagd. Het gaat ook om de leefbaarheid, beheersbaarheid binnen. Nou, voor 600 is dat al redelijk gecomplimenteerd. Deze 300, ja, dat is echt een beetje behelpen. Er zijn wel voldoende medewerkers om daarop te letten. Maar... Echt nood uh, is dit en uh, dat betekent dat het ook niet langer dan drie dagen moet duren. Na dinsdag zijn de hallen waar de vluchtelingen nu tijdelijk verblijven niet meer beschikbaar. Ze moeten dan ergens anders naartoe. En dan is alleen de oorspronkelijke hal van 400 uh, beschikbaar. Uh, die is ook gecompartimenteerd. Er is meer privacy dan in de situatie die er nu is. Uh, die zal ergens tussen de herfst en de kerst uh, gesloten worden. Want dan komen er weer meer bungalowparken uh, beschikbaar. Maar ja, het, het zijn de dagkoersen... Want uh, het loopt de COA een beetje over de schoenen. Als de noodopvang eind dit jaar sluit, wil Zwolle vluchtelingen blijven opvangen. Dan in een blijvend asielzoekerscentrum. Daar gaan we volgende maand uh, uh, een besluit over uh, nemen en dan ook met de bevolking praten. Ja, dan doen wij het ook niet in een uurtje in een telefoonronde van het college. Over de plek daarvan is nog niets bekend? Nee, ik zei al eerder eens, uh, een zorgvuldige start uh, helpt uh, bij draagvlak. En uh, nu over locaties gaan speculeren zou niet zorgvuldig zijn.